Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat Sander een achterstand had, maar de term licht verstandelijke beperking viel pas vrij recent. Hij heeft een test laten doen, een psychologische test. Die was nodig voor de indicatie voor begeleid wonen. En daaruit bleek dus dat hij een licht verstandelijke beperking had. Maar ja. Maar dat is dus op ouderen. Dat is dan dus 2 jaar geleden geweest? Ja. Ja. Oké. Okay. Alleen in het verleden, Sander is geboren met een spraaktaalstoornis. Hij liep daarvoor ook bij een logopediste, liep bij een fysiotherapeut voor zijn spierspanning. En zo liep hij bij allerlei specialisten. En op een gegeven moment hebben we de stap gezet naar speciaal onderwijs. En daar is alles aan bezig. Op die school waren ook de klassen kleiner, waardoor er meer aandacht was voor Sanders specifieke behoeften. Want niet iedere persoon met een lichtverstandelijke beperking is hetzelfde. Een lichtverstandelijke beperking, daar heb je wel gradaties in. Hè? Of iemand is wat zwaarder verstandelijk beperkt. Of iemand is heel licht verstandelijk beperkt. Het is natuurlijk wel zo dat jij bepaalde dingen niet goed kan, omdat jij je IQ iets lager is, maar niet heel laag. Ik vind dat ik eigenlijk licht aan beperking heb, dat ik juist traag van begrip ben. Ja, ik kan het een beetje vergelijken als een trage computer. Lekker, het ruikt ook zo lekker. Zo, ik wil eigenlijk wel een hapje proeven. Volgens mij is dat dik kapot, mijn grapje. Samen. Kijk nou. Aangezien in het Olympisch Stadion al vele mensen boven zichzelf uitgestegen zijn, is dit ook de plek waar we met coach Bruno afgesproken hebben. Bruno is psycholoog en coach en gespecialiseerd in mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Sander legt nog kort uit waar zijn uitdagingen liggen. Bijvoorbeeld van de zullen voetballen, terwijl ik eigenlijk helemaal geen zin heb om te voetballen. Ja, en dan ga jij toch? Ja. Ja, of bijvoorbeeld als ik ruzie heb voor mezelf te bekomen. Dat vind ik helemaal moeilijk. Ja? Ja. Heb je wel eens ruzie gehad? Ja. Ja? En waarom vind je dat moeilijk toen? Wat gebeurt er dan? Eigenlijk mijn mond open te trekken vind ik moeilijk. Ja? Ja. Oké, dan heb ik gelijk een vraag voor je. Mijn vraag is of jij een stukje wil bedenken, jouw mening over iets. Ja. En dat mag te maken hebben met voetbal. Ja. Ik had zelf bedacht, misschien heb jij wel een mening over buitenspel. Coach Bruno wil Sander vandaag vooral laten oefenen met het verkondigen van zijn mening. Sander wordt tenslotte weerbaarder als hij van zich durft te laten horen. De rest van de groep zal dienen als kritisch publiek. Ja, dus het idee is dat jij straks een verhaaltje hebt. Ja. Wat jij kan vertellen over buitenspel. En dat is gewoon jouw verhaal. En dat ga je vertellen aan de rest. Is dat goed? Is goed. Oké. Ja, is goed. Zie ik het zo? Ja. Oké. En terwijl Sander een momentje voor zichzelf pakt, nemen wij dat ook. Start! En nog een stukje terug. Ja, binnen. Kapot. Pillen. Sander. Ik heb pijn in mijn buik. Pijn in je buik, ineens? En ja, van rennen en ook. Ja? En ook last van mijn keel opeens. Hoe noem je dat? Dat je moet spugen. Dat je moet spugen? Omdat ik nooit doe, denk ik. Oké. En ik heb net een volle uitgerend. Wat heb je net? Voluit, echt op mijn snelst. Alsjeblieft. Dank je wel. Aardig van je. Oh, jongens. Dan gaan we vanaf vandaag ook sporten, Mitchell. Is goed. Want ook al verschillen mensen met en zonder beperking op bepaalde vlakken van elkaar, ook op heel veel niet. En dat is iets dat ook de vader van Sander, bij wie hij na de scheiding van zijn ouders woonde, regelmatig ziet. Als ik met Sander praat, dan heb ik helemaal niet het idee dat hij anders is. Nee, dat heb ik ook altijd. Ik loop er wel eens overheen, maar er zijn bepaalde dingen die moet je wel rekening mee houden. Die vergat ik wel eens. Omdat het zo normaal is. Gewoon als normaal gelijk is. Maar ik beschouw hem helemaal niet als licht verstandelijk. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. En maar waarin vergat je het dan soms? Ja, met geld omgaan. Maar dat was wel een probleem natuurlijk. Hoe geef je geld uit? Als er dan iemand was die zei van, ja, ik heb eigenlijk boodschappen nodig, maar ik heb nu even geen geld. Sander, kan jij misschien helpen? En Sander, die is heel geloofwaardig en die geeft hem dat. En die heeft zoiets van, nou, dat krijg ik wel een keer terug. Maar het kwam niet terug, hè? En om wat voor een bedrag ging het dan? Nou, toch wel een 1.000, 2.000 euro, alles bij elkaar. Op een gegeven moment zag ik dat geld slinken. En toen had ik zoiets van, ja, waar gebruik je dat voor? Ja, nou ja, om dingen te kopen wat ik nodig heb.
Ja, maar dat is wel heel veel geld. En ja, dan op een gegeven moment komt het verhaal van... ik heb geld geleend, maar dat komt wel weer terug, hoor. Nee. Nou, dat kwam dus niet terug. Nee. Dus dat is een hele goede leerschool voor hem geweest. Ja. Denken jullie dat het lastiger is als je een... als je een verstandelijke beperking hebt om je grens aan te geven? Heeft het daar iets mee te maken? Kan wel. Of het heeft met je onzekerheid te maken? Denk ik wel. Omdat je toch vaak naar de onzekere kant gaat in plaats van de zekere kant. Ja. Daar ga je toch vaak eerst naartoe. Ja, omdat je niet zo goed weet misschien wat je zelf wil. Ja. Herken jij dat, Mitchell? Ja, heel erg, vooral op het werk. Dan is het van iemand ziek, zegt hij van kan je komen werken? En dan zeg ik toch liever nee, maar soms zeg ik toch vaak ja. Maar durf het niet. Ik wil hem te vriend houden. Ik denk ook belangrijk dat je met mensen over hebt van... kan dit niet. Want ik zie er dan eerst niet de gevaren van. Dan vind ik wel belangrijk, moet je eerst met mensen over bespreken. Bijvoorbeeld begeleiders. Janice, hoe zit dat bij jou? Ja, en vroeger had ik er wel moeite mee. Maar nu ja, ben ik wel sterk in mijn schoenen gaan staan. Sinds je vrienden hebt. Ja. Ja. Ja, dat ook. Ook, dat komt ook gewoon door de mensen om me heen, dat ik me nu zeker voel. Dat je je sterk moet houden in het leven, want anders gaat het niet. Dus het heeft eigenlijk van alles te maken met onzekerheid? Ja. 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 Gewoon van, ja. Denken ze van, je moet wel juist ja zeggen, anders dan vinden we je niet meer aardig of zo. En dan... Maar je hebt toch een eigen mening. Je eigen mening telt wel eigenlijk. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Die eigen mening laat Sander dagelijks horen in zijn vlogs. Super tof dat je kijkt naar een goed nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En het heeft net geregend buiten. Want zo gevoelig als hij voor afwijzing in de echte wereld is... zo koud laat het hem als hij online kritiek krijgt. Wat een kaka-sukkel ben je. Stoer kip. Kip, waar zie je kip? Ik zie nergens een kip. Je bent echt fout geboren. Zo, er wordt eentje wakker. Beter val je op je bek. Zo. Zo goed. En hoe vind je eigenlijk nou in zo'n vlog te komen? Ja, hoe ik dat vind? ja, wel leuk. En leuk dat ik in deze vlog zit. Ja, dat was leuk. Ik spring er nu weer uit. Wat ik zo grappig vind, als ik jou zo meemaak... Jij loopt gewoon heel zelfverzekerd met die camera. Ja. En jij begint gewoon te praten. Ja. Dat wel, ja. Maar hoezo moet jij dan weerbaarder worden? Hoezo moet jij dan meer voor jezelf opkomen? Je bent al hartstikke zelfverzekerd. Ja, ik vind vloggen niet spannend, omdat juist geen publiek in de buurt zit eigenlijk. Ben je misschien meer zelfverzekerd als je aan het vloggen bent dan in het gewone leven? Ik denk het wel, ja. Maar reacties op mijn kanaal vind ik ook niet erg. Meer denk live. Ja. Want als je iemand tegenkomt in het echte leven, ja. Dan kan iemand vervelend doen. Ja, en komt misschien ook harder aan. En dan komt het harder aan. Stop alsjeblieft met video's maken. Dag, het even niet, hè. In het Olympisch Stadion heeft Sander inmiddels ook in de echte wereld een stapje gezet. Want hoewel hij nog druk aan het schrijven is, gaat het niet meer over buitenspel. Ja, hoe gaat het? Heel goed, eigenlijk. Oké. En wat eigenlijk wel leuk is, is dat hij even dacht... Ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk om mijn mening over deze stelling op te schrijven. Dus hij heeft een andere stelling bedacht. En dat maakt natuurlijk geen bal uit welke stelling hij opschrijft. Maar ik ben heel blij om te zien dat hij zegt, ik wil eigenlijk iets anders. Dus eigenlijk doet hij al iets wat, wat we hem vandaag kunnen leren. Ja. Hij zegt, nee, ik wil dit niet doen. Ja. Dat is te gek. Ja, dat vond ik ook. Ja, dat is goed. Ja. Sander, jij hebt een stukje opgeschreven, hè? Ja, klopt. Jouw mening over Dirk Kuyt, volgens mij? Yep. Oké. Okay. Hier zitten mensen die daar erg geïnteresseerd in zijn volgens mij. Klopt dat of niet? Ja. Sander gaat dat vertellen. Het enige wat je moet doen, is hem gewoon even uit laten praten. En daarna mag je gewoon reageren hoe je wilt. En ik zat ook wel een beetje vragen aan jullie. Ja. The stage is yours. Ik vind dat Dirk Kuyt de beste speler van het sfeer, qua sfeer geven. Ik vind dat Dirk Kuyt speler... Ja, als ik te snel spraak, dan bespreek ik me soms wel eens. Heb ik wel door. De rest van de dag probeert coach Bruno om Sander met verschillende opdrachten zekerder te laten worden over zijn eigen mening. Ik vind dat Dirk Kuyt spelers steunde. Wat die mening ook is en hoe anderen ook op hem reageren. Sommige momenten vind ik dat wel leerbaar, maar sommige momenten ook weer niet.
dat ik snel op sommige momenten ook overhaalbaar ben. Deze? Je mag hem afsluiten. Ja, mag dat? Ja. Ik denk dat ik het spannend vind qua reacties. Wat zou de reactie zijn? Wat zou ze denken? Of wat dat anders? Ja, dat heeft hij het goed gedaan, hè? Ja. Hij heeft het echt goed gedaan. Zo! Ja, ja. Goed gedaan, jongen. Ik vind het heel knap voor je. Wat heb je meegenomen? Gewoon zeggen wat je wil zeggen. Ja. Zagen wij een verandering, Alexander? Ja. Ik wel namelijk. Ja, ik was wel onzeker van. Hij staat sterk in zijn schoenen. Sterk. Ja. Ja, ik denk ook sowieso wel heel veel mee te maken ook met vlogs. Ja. Zeker waar. Ja. Ja. Dus daar is denk ik wel mee begonnen, denk ik. Ik zeg een grote Sander groephug. Sander mag in het midden. Yeah! Oh god.